Mijn naam is Gert-Jan Nagel, bestuurslid Technische Zaken. En welkom bij Sportvereniging Urk. Laten we even kijken of niet? Eens kijken of het bier al koud staat. Even kijken. Dit is gewoon om, om die grote supporterscharen goed te kunnen ontvangen, droog te kunnen staan en hier lekker je biertje te kunnen doen voor, in de rust en na de wedstrijd. Het is een groot compliment voor Urk, denk ik. Hè? Met beleid, om het met eigen jongens via een goede jeugdopleiding te doen en dan bij de laatste 32 van de beker te zitten. Ja, dat leeft. Ik heb vandaag en vanochtend dan heel toevallig voor de krant een voorbeschouwing moeten schrijven en wat andere dingetjes over de wedstrijd. Ik denk dat die spanning, ja, die zal donderdagavond zijn op het moment dat ik mijn fotocamera weggelegd heb en dat je dan echt gaat genieten van die wedstrijd. Dat is wel een leuke foto voor thuis zo, hè? Ik ben Rikkeltjan Brands, aanvoerder van het eerste van SV Urk. En welkom bij mijn werkgever Seafood Connection. Ik werk gewoon 5 dagen in de week, dus ook donderdag. En onbewust denk ik daar toch, sta je daar toch bij stil al tijdens je werk en werkzaamheden. Dus ik denk dat het donderdag iets minder productief zal zijn, maar dat gaat ook wel weer goed komen. Normaal is januari niet heel druk, maar dat is dit jaar wel anders. Dus genoeg te doen vandaag. Het begon wel te leven toen de kaartverkoop begon, vorige week. Allemaal met voorverkoop. Dus dan hoor je hoeveel kaarten er beschikbaar komen en dan hoor je hoe snel het gaat. Dat de eerste avond al 1500 kaarten verkocht waren. We hebben een keer tegen Ajax gespeeld, een keer tegen Roda. Zelfs tegen Roda hadden we geen extra tribune gebouwd. Dat gaan we nu wel doen. Voor de wedstrijd tegen Katwijk wordt hier in de korte zijde nog een tribune gebouwd. Om ervoor te kunnen zorgen dat ook met name onze jongste jeugd het goed kan zien. Financieel gezien gaat dat ons geen windeieren leggen. We hebben destijds tegen Ajax volgens mij zo'n 50.000 overgehouden. Toen zat ik zelf nog niet in het bestuur, toen speelde ik zelf nog mee. Dat was in die situatie waarin Urk toen financieel zat, echt een meevaller. Stel je haalt de volgende ronde, dan zit daar sowieso, ongeacht ook in die volgende ronde, winst of verlies, €50.000 extra. Nou, stel je loopt nog mooi en je krijgt een live uitzending, dan zijn er weer extra inkomsten. Dus die zijn super welkom. Op pure amateurs betalen nog gewoon contributie, krijgen 2 keer een bonnetje voor een paar voetbalschoenen. En als die het voor elkaar weten te boksen om van Katwijk te winnen en dan hopelijk een hele leuke loting tegen Ajax, Feyenoord, PSV in een uitwedstrijd, in een uitverkochte arena of een kuip. Ja, dat zou voor die jongens echt de kers op de taart zijn, denk ik, van het feit dat ze amateurvoetballer zijn. Je krijgt niet elke week 4000 man hier op de vorm, dus dat is één genieten. Maar we moeten absoluut geen ontzag hebben voor Katwijk. En ook niet voor Ajax en ook niet voor Roda. Dat hebben we toen ook niet gedaan. Toen hebben we onze huid duur verkocht, volgens mij. Genieten. Maar vooral vanaf minuut 1 ook je ding doen. Ondanks dat het misschien wel wat lastiger is met de hele ambiance. Droomscenario Urk door naar de volgende ronde. 8e finales. Wie moet er geloot worden? Ja, Ajax. Feyenoord uit. Ja, Urk is heel Ajax-minded. Weet je wel. Dus dat zou leuk zijn. En dan een keertje uit. Volgens mij deel je de recetten dan ook. Dat weet ik niet helemaal zeker, maar dat zou natuurlijk financieel gezien ook mooi zijn. Dus dat zou leuk zijn, maar ik zou ook geen probleem hebben met dat wij een keer naar Feyenoord in de Kuip mogen voetballen. Dat zou ik wel heel gaaf vinden. En voor mezelf als redacteur, journalist bij het Urkeland, is het natuurlijk ook leuk, hè, dat je daar de perstribune op mag. En dat je vanaf de perstribune zo'n wedstrijd kan bekijken. Dat lijkt mij ook wel leuk.